Welkom bij RTV Sporteditie. 27 augustus, 7:30 in de morgen. De zon komt op, het wordt een mooie dag. Want om 7:30 zijn ze weggeschoten. 47 dames die gaan fietsen voor de hospice. Oftewel de vrouwenfietstocht voor de hospice Nijkerk. Ze komen vanaf die kant. De burgemeestersvrouw heeft ze weggeschoten, zogezegd. En ze komen deze kant op achter mij richting dit pontje van de Eem. Ze gaan dan door naar Amsterdam, Horen, Enkhuizen en dan zo weer terug naar Nijkerk. Een schitterend doel, de hospice. Ze hebben heel veel geld opgehaald, geloof ik. Gijsbert Bast, dat is degene die het heeft georganiseerd. Het kan makkelijk boven de 10.000 euro uitkomen. We zijn er getuigen van dat ze hier passeren en richting het pontje gaan. Kijk met mij mee. Ja, dan staan we in één keer op Eemdijk, net weggegaan uit Nijkerk, door de vrouw van de burgemeester weggeschoten, zo gezegd. Hoe is het gegaan tot nu toe? Ja, prima. Windje mee, mooi weer. Ja. En het ziet er goed uit. Dit is nog maar het begin van de 180 kilometer. Ja, we hebben nog heel wat voor de boeg. Ja. Ja. Maar het doel is dat jullie alles sponsoren voor de hospice, hè? Ja, klopt. De tocht staat voor 180 kilometer. Dus iedereen heeft minimaal 180 euro aan moeten brengen. Okay. En ik heb gehoord dat velen wel dik over het bedrag heen zijn gegaan. Okay. Nou, goedemorgen. Goedemorgen. Ook klaar voor die 180 kilometer? Zeker, ja. Nu afwachten of we het nog kunnen halen, maar we zijn er wel klaar voor. Even onder ons, krijg je nou na een kilometer van 100 geen hartstikke zere kont? Nee, dat valt mee. Met een goed aangepast zadel komt het helemaal goed. Okay. heb je met je conditie dat je 180 kilometer zo wegtrapt? Ik denk het wel. We hebben aardig veel getraind, zelfs in de vakantie. Dus dat is eigenlijk niks voor ons, want dat doen we nooit. Dus dat was aardig inleveren, maar het is gelukt. Dus okay. Ik hoop van wel. Nou, weer even de pont over en dan richting Amsterdam en Enkhuizen en dan Horen en dan Almere. In Volendam drinken we koffie, heb ik gehoord. Dus appeltaart en koffie, dan kunnen we er weer tegenaan. Helemaal goed komen. Veel succes. Dank je. Ja, nog steeds de zaterdag, de 27 augustus. We zaten vanochtend bij de 180 kilometer voor vrouwen fietsen voor het hospice Nijkerk. Nou, het is inmiddels 5:30 s'avonds en ze zijn in aantocht. De boog staat achter mij klaar. Familieleden, vrienden en alles is opgetrommeld om ze een warm welkom te heten. Want ze hebben de 180 kilometer gefietst. Ze zijn bijna bij de aankomst. En daar zijn wij getuigen van. RTV Bunschoten, weliswaar in Nijkerk, maar dat maakt niet uit. Alles voor het goede doel, Hospice Nijkerk.
Daar zijn inderdaad de dames die ik vanochtend sprak bij het pontje van Indijk. Gewoon weer teruggekeerd naar 180 kilometer. Hoe was het? Hoe was het? Ja, het was hartstikke leuk. Het was geen 180, maar 190. Dus even 10 erbij. Het is allemaal goed gegaan. Een aantal lekke banden. Voor de rest eigenlijk heel veel spoedig verlopen. Vanochtend vroeg ik of je eventueel een zere kont zou krijgen. Hoe is het daarmee? Ja, met die kont gaat heel goed. Okay. Het zijn meer de knieën die een beetje geïrriteerd raken nu. Maar over het algemeen gaat hartstikke goed. En met je collega fietser, alles daar goed gegaan? Alles heel goed gegaan. Wel een lekker band gehad, maar ik vond het heel gaaf om mee te maken. Echt geweldig. Even op de Enkhuizerdijk naar Lelystad toe. Had je windje tegen, windje mee? Hij viel heel erg mee, dus wel wat mee of ja? Ja, één stukje tegen eigenlijk. Ja, we hadden hem erg verwacht en hij was goed te doen. Goed, het is allemaal voor de hospice hier in Nijkerk. Het is natuurlijk een schitterend doel. Prachtig doel, daar hebben we het allemaal voor gedaan. Oké, straks gaan we horen hoeveel het allemaal geworden is. Dank jullie wel. Trude, we hadden je vanochtend ook al op het pontje, 180 kilometer. Ja, 190 was het, dat was iets meer. En ik had een touwtje van Gijsbert gekregen. Dus als er één niet kon, dan kon ik aan een touwtje meetrekken. Maar ik heb het touwtje niet nodig gehad. Dus het is super gegaan. Echt. Wel een paar lekke banden, maar ja, dat hoort erbij. Nog even over die dijk, want ik heb al zoiets van jeetje op de dijk tegenwind de hele tijd. Op de dijk Enkhuizen-Lelystad ging heel goed. Daarvoor, van Volendam naar Enkhuizen, dat was heel zwaar. Daar hadden we de wind veel tegen en dat was zwaar. Maar ja, om de beurt op kop en we hebben het prima gered. En veel goed eten onderweg en perfect. Okay. Verder geen valpartij, want dat was in het begin eventjes. Eén meisje is er gevallen, dat was heel jammer. En die is naar het ziekenhuis gegaan, heeft een foto gemaakt. Maar ik geloof niet dat er iets ernstigs aan de hand is, dus het valt mee. Ja. Goed, je bent op de vleugels van de hospice hier naartoe gekomen? Ja, helemaal op de vleugels. En we hebben heel veel geld opgehaald en daar gaat het om. En we hebben een gezellige dag gehad, echt heel mooi. Nou, jij naar je familie om je te laten knuffelen. Dankjewel. Ja, mensen. Het is natuurlijk een schitterend succes. 47 dames die 180, eigenlijk 190 kilometer fietsen voor het goede doel. Hospice Nijkerk. En naar verluid overtreft het alle verwachtingen. Gaat het boven de 10.000 euro komen. Dus dat is fantastisch. Hospice Nijkerk, je bent tevreden met dit mooie resultaat. En wij sluiten hiermee af. Dit was een mooie dag. Vrouwen fietsen voor de Hospice Nijkerk. Vanuit Nijkerk. Dag.